stand van de financiering. Ik neem even eind augustus als pijldatum. Onze totale stichtingskosten vraagt om een financiering van 444 miljoen euro. Rond ik even af. Iets minder dan de helft, 218 miljoen daarvan, is vreemd vermogen bij de banken. Dat is voor 100% ingetekend. Dat noemen ze highly confident letters. Het gaat even niet over de terminologie. Maar daar ligt een ferme commitment van het consortium onder leiding van Goldman Sachs. En ik herhaal, het is een consortium van meerdere banken. Dat is één. Het tweede deel van de financiering is wat wij de cumprefs noemen, cumulatief preferente aandelen. Dat is zeg maar niet stemgerechtigd vermogen. We hadden dat ingezet op 100 miljoen. Daarvan is 75 miljoen aan intenties schriftelijk ontvangen. 75 miljoen. Op het eigen vermogen, wat na de 25 miljoen, dat was lager, maar het is met de verhoging van de vaste content fee, is die eigen vermogencomponent wat gestegen naar 102 miljoen. Daarvan is 73 miljoen omgezet in intenties. Afgegeven intenties. Daarnaast is de Verre Bergen heeft zich bereid verklaard om mee te investeren, in ruil waarvoor ze het vak van het Zuid krijgen, een bedrag van 24,5 miljoen. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je op 390 miljoen van de 440. Dat betekent dat we grofweg 50 miljoen nog te gaan hebben. En daar is een deel van in beraad bij partijen, maar nog niet omgezet in intentie. En een deel is nog te krijgen. En ja, de vraag in hoeverre we dat tussen nu en juli 2021, want dat is de datum waarop het rond moet zijn. Ik heb nog geen signalen, in ieder geval niet uit de financiers die wij nu in de intentie hebben zitten, dat corona voor hun aanleiding is om hun intentie te heroverwegen. Dus dat is gewoon feitelijk, zonder enig waardeoordeel, de stand van zaken op dit moment.